Ja. Oké, okay, voilà. Zo. Ja, geweldig Ingeborg om eh, zo samen allebei aan de kant van de, eh, de computer. De ja. meeste la, de iPad. Maar uh, ja, welkom. Hè, dus zo Merci. samen. Uh, ja, heel erg leuk dat je ja, hier uh, op mijn vraag bent ingegaan. We kennen elkaar al een paar jaar. Hoe gaat het met jou? Uh, goed, in een verbazingwekkende tijd zitten we wel. Dus uh, ook wel wakker en alert. Zo. En Soms een beetje hoopvol, maar soms ook niet. Dus ik vind het voor mij, ik ben eigenlijk toch wel meestal iemand bij de optimisten. En ik heb nu wel zoiets, oei, nu gaat het wel heel hard en moeten we niet heel erg luid beginnen roepen. En een deel in mij zegt dan nee, nee, rustig. Ook. Ja. Want dat roepen helpt niet altijd. Um, ja, het is een, het is, ik vind het toch wel een boeiende tijd. Ja, dat ja, kijk ik ook. Ja. Want uh, je hebt natuurlijk je eigen centrum hè, in, uh, in Sint-Kruis, bij Brugge. Ja. En uh, ja, je bent waarschijnlijk ook een hele tijd gesloten. Hè? Ja, de evolutie is eigenlijk ja, het hele voorbije jaar zo soms een keer open, dan weer dicht. En nu is het al een, ja, zeker een half jaar geen yoga meer, want alle groepsactiviteiten zijn gestopt. Het voordeel is dat ik psychotherapeut ondertussen ben, erkend hmm. en terugbetaalbaar, dus dat kan tellen. Dus dat is wel fijn dat ik toch sessies kan doen met mensen persoonlijk. En dat we zo creatief mogelijk zijn via dit soort kanalen. Nou, ah, geweldig, ja. 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 Krijg je nog wat mensen bij jou voor sessies die echt moeite hebben met wat er nu allemaal gaat is? Dus? Zeker. Het ja. zijn ja. Dus niet alleen die thema's hoor. Want ik, ik nee, doe ja. heel graag relatietherapie. Ik vind dat iets van de boeiende dingen. Okay. Zeker als er flinke ruzies zijn, ik kan er echt van genieten dat alles zo <laughs> uh, in de window of opportunity gebeurt. Hey, als het even heel erg clasht, dat er dan ook in het uur ook heel veel liefde te voelen is of zo. Ik vind dat, die, ik vind dat zalig. Ah, mooi. En ik geloof ook echt in de liefde. Dus dat, uh, dat voelen ze ook wel altijd. Ik denk ook altijd: je raakt overal door. Dus uh, zo sta ik erin. Dus dat is wel fijn. Oh, dat is mooi. Ja. 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 ja, voor de mensen die jou nog niet uh, zo kennen in Nederland, hè, mm -hmm. um, die komen ze zo direct wel op. Hè. Je hebt een hele mooie link, uh, in het vorige gesprek hadden we wel een stuk over, met Stef Bos. Klopt. Hè, dus en, uh, ja. Maar hoe ben jij zo, uh, hoe sta jij in het leven? Hoe ben je zo, ja, het werk wat je nu doet? Hè? Je bent uh, voor Nederlanders, uh, even te zeggen, heel bekend ook van tv. Je hebt Heel veel uh -huh. programma's gedaan, en en maar je bent nu, uh, ja, met met ja, kan ik het zo zeggen, bewust worden spiritualiteit bezig. Zeker, en, en ja, hoe ben je daar zo mee, mee begonnen? Hoe was jij als kind? Um... Moeilijke vraag, nee, nee, ja. <laughs> um, er was toen nog geen woord voor, maar het zal sowieso in natuurlijk in de HSP-richting uh, zitten. Uiteindelijk, ik ben geboren in een. Uh, in een periode dat mijn moeder volop in een rouwproces was, dus haar kindje, haar vierde kindje was Inge, nee, haar derde kindje. Ze waren er waren vier kinderen, maar het derde kindje heette ook Ingeborg en is in een verkeersongeluk uh, omgekomen op haar vijf jaar. Ach. En toen, ja, mijn moeder had, of moeder en vader hadden twee zonen, twee dochters, en hadden zoiets. Het is rond, plots Ingeborg is in het verkeersongeluk, en ze willen toch graag de wonden helen. Ik ben dus het kindje dat de wonden is komen helen. Dus in haar periode van zwanger zijn ben ik samen in de buik uh, elke dag naar de begraafplek gegaan. Dus sowieso dat weet ik nu zeker. Met alles van zelfontplooiing heeft mij dat toch wel zeer gekleurd en, en zeker als het over leven en sterven gaat. Dus ik kan uh, heel erg in het leven staan, maar ook zeer bewust dat het elk moment kan gedaan zijn. En ik noem dat mijn regenboogervaringen. Wow. De dingen, de zon schijnt en het regent ook. En daardoor krijg je die regenboog. En dan later heb ik dan in mijn ontplooiing de Antakarana-brug leren kennen. Dus die brug van je persoonlijkheid naar je hogere zelf of naar je goddelijke zelf. Dan denk ik, dat is allemaal zo vertrouwd. En van beide start al. En Ingeborg betekent letterlijk engelbewaarder. Mm -hmm. En dus ja, ik ben het tweede Ingeborgske. Dus dat heeft naar identiteitsvorming wel wat betekend. Het goede nieuws is dat ik een moeder had die als ik tijdens mijn puberteit heel veel dingen, al mijn zintuigen waren heel erg versterkt. Dus alles wat ik voelde, hoorde, proefde, was uitvergroot. En dan was er een moeder die mij naar Nederland bracht naar een homeopatha ergens, of zo'n die in mijn ogen keek en dan druppeltjes mm. <laughs> klaarmaakte. En dan had ik daarnaast, of heb ik nog steeds, een vader die dan zegt: Je moet je erover zetten. Weet je wel, je moet sterk zijn. En dat zit allemaal in je hoofd, maar je kunt daarover. En die twee zijn eigenlijk een ideale combinatie geweest. Dus ik ben eigenlijk ook wel fan een beetje van de eeuwige twee of twintig in mei. Die verschillende visies en meningen kunnen naast elkaar leggen. Ik ben ook weegschaal tweeling. Dus, en dan, als gezegd voor de Nederlanders, wat heeft dat meisje allemaal gedaan? Ja, ik ben naar het Songfestival gegaan met ja. Stijf Bos. Ik heb hem leren kennen op mijn 18 als ik naar de toneelschool in Antwerpen ging. Hij was dan net terug van een periode dat hij in het leger moest en eruit wou en zo ver gegaan is dat hij eigenlijk echt aan het flippen ging. Dus dat verhaal heb ik eigenlijk nooit gehoord in de media, maar hij heeft mij dat wel verteld, dat hij per se naar Antwerpen wou. Hij had een ingangsexamen gedaan en kon daar starten, maar ze wilden hem niet lossen in Nederland in die... Wat? dat leger, vroeger was dat nog. Maar ik heb hem dus leren kennen als een zeer gevoelige man en natuurlijk verliefd ja. geworden in mijn tweede ja. jaar. Ja, dus we hebben eigenlijk drie jaar samen dan... Het is een opleiding van vier jaar, dus als koppel, slash medestudent, collega. En in het... Ja, dus dat was ook wel uitdagend, hoor. Want Stef leeft voor zijn schrijven. Ja. En ik leefde voor de liefde. Dus dat was ook wel niet altijd evident. Wat ik wel mooi vind, zoveel jaren later, is dat Stef sommige dingen schrijft en vertelt in interviews waarvan ik denk, oh, ik had het toen al door. Dat we toch ergens zo ja, een verbinding hebben die doorheen de tijd nog duidelijker is. Van ja, we zijn op zoek naar de bronnen, naar de ja. oorspronkelijkheid, ja, de authenticiteit, de waarachtigheid. En we zijn begonnen in het Circus Samen, het zongfestival. Geweldig, ja. Ja, <laughs> ja van zijn de beroemdste, zijn natuurlijk papa, en, Ja. dat is echt zo mooi, hè. Dus, uh, dus, ja, dat, dat voel je ook echt, hè, zoals hij is. En, en, ja, dat schrijft Zeker. zoveel mensen aan. Ja. Heel, hele lieve vader, ook een hele lieve moeder. Er waren mensen die een juwelierzaak hadden. Okay. Zijn al beide overgegaan. En als ik daar op bezoek was, dat was echt met de Bijbel nog, hè. Oh, ja. Dus uh, de vader las voor en ik, ik weet dat dat mij enorm ontroerde. Ik dacht: kijk hier, zo, want niet rigide of zo, hè? heel open, maar toch wel ja, wat ook ik soms mis in onze maatschappij nu. Hè? Zo toch een beetje ja, de ceremonies, de rituelen die we vanuit onze traditie uh, wat weggegooid hebben en wat ja. ik via een hele omzwerving toch wel weer in ere ben gaan brengen. Zo alleen. Het is niet dat het met een Bijbel is, maar, maar toch wel zorg of zo. Zorg voor het spirituele. Geweldig. Ja, maar moet je nog wel weten, want ik kan zo heel mijn lijst opnoemen van alle programma's: van All You Need Is Love. Hè, want jullie hebben dat ook gekend. Dat was een ja, van de topprogramma's. Ja. Ja, dat is nog steeds, hè? Robert en Brink uh, doen dat nog. Ja. Nog steeds? Ja. Hè? Rijdt ja. hij nog steeds met die, met die caravan rond, zo, met ja, mij... dat metalen ding? Ja, ik heb de aankondiging maar gezien, hè, dat hier uh, een tijd geleden is begonnen, maar ik heb nog niet uh, gekeken. Hè. Dus, ah, um, maar dat ja, was ja, wel ja. een fantastisch programma. Ja? Dat ik hier dan in, in Vlaanderen mocht ja. presenteren. Ja. Um, ja, het gevoel van... Uh, dat is een beetje een alternatief swingpaleis. Allee, ik heb zo muziekprogramma's, heel veel primetime... Maar zo hard gewerkt, hè? Blind Date, een kinderprogramma, oh ja. Wonderenwereld, Volgende Keer Beter, oh, ja, La vérité qui compte. ik wil iets vertellen. Om maar te zeggen, workaholic, zeg jou dat iets, Hans? <lacht> <Ja>. <lacht> Tussen mijn 22 en mijn 32, cd's gemaakt, veel liedjes gezongen, theatertours, werken, werken, ondertussen nog moeder geworden. En op mijn 32e, had ik zoiets, is dit het nu. Gouden platen. Bij ons zijn dat dan gouden ogen, een mooi huis en een diepe leegte. Ja. 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 Dus ja, al je ja. kinderdromen, alleen voor mij waren dat al mijn kinderdromen, heb ik kunnen realiseren. En het waren er veel. Dus ik heb hard gewerkt ervoor. Ik heb ook heel veel kansen natuurlijk gehad, zeker hier dan in Vlaanderen. En dan merken, en nu. Ja. Dus het ligt niet in die uiterlijke wereld. Dat was zo. Want ik dacht, dan ga ik, ik weet niet hoe gelukkig zijn. En door de start van mijn leven zijn de, een diep verdriet van een moeder die jou eigenlijk draagt. Zo merken van zij wou zangeres worden, dus dat was ook een deelaspect dat ik ingevuld heb. Daar kom je dan maar later achter. Hè. Van al hun dromen proberen te realiseren, is het dan mijn droom? Dat bleek dan ook wel. Dus het is altijd niet okay. zo eenzijdig. Maar ik vertraag een beetje in mijn spreken omdat het dan ook vertraagd is allemaal. Zeker door Wonderenwereld. Dus Wonderenwereld was eigenlijk ons concept dat ik met Els van der Nabelen heb gecreëerd. En dat was eigenlijk een programma, 1999, dus heel lang well, geleden, yeah. over alle alternatieve benaderingen van zelfontplooiing. Oh, mooi. Dus dat waren acht thema's per uitzending en dan op een commerciële zender. Ik heb daar veel moeten voor lobbyen. Ja. Oké, okay, ik doe nog een seizoen Blind Date en ik doe nog even het gevoel van. Dus dat muziekprogramma. Maar mag ik dan alsjeblieft Wondere Wereld maken? Mm. En, en dat heeft natuurlijk... Ik was al heel erg geïnteresseerd van mijn 17, 18 eigenlijk. Toen ik Shirley MacLaine al las op glad ijs. Oh, ja. Dus ja, ja ik, ik had altijd zoiets Er is veel meer tussen hemel en aarde, want ik voel zoveel... Dat niet ja. gezegd wordt of zie dingen die anderen niet zien. Dus ja, in el, of andere, sommige mensen ook wel zien, maar in elk geval, dus als je dan stopt, omdat ik heb dan naar de directeur geweest, hè, Christian van Thilo, de grote baas van. En het laatste nieuws, en de morgen, en VTM, en nog van alles. Okay. Van ik wil eerder stoppen, ik heb een prachtig contract, maar ik wil eruit stappen. En dan zei hij. Ja, maar je bent een beetje de Oprah Winfrey van Vlaanderen. Ja. Dus je, er, kan, er moet toch nog iets mogelijk zijn. En nu, hè, dus ik ben nu 54, als ik er nu op terugkijk, dan denk ik, ja, dat had gekund. Maar dat weet ik nu pas. Ja. Ik heb moeten ja. de, de stekker eruit trekken. Ik heb dan na drie jaar echt gezegd, ik ga, ik ga even niets doen. En ik ben drie jaar op, op pensioen gegaan. Oké. Okay. Ja. Dus tussen mijn 34 en 37 ben ik op pensioen gegaan. En dan mm -hmm. deed ik niets anders dan cursussen volgen. Ah ja. <laughs> oh, ja, ja. ja, 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 ja. Allerhande opleidingen. En dat is echt um, heel veel in India en heel veel in Amerika. Dus echt het Oosterse en het Westerse gedachtegoed. Oh, ja. Die allebei resoneerden. Ja. Ja, ja, ik heb ja. zo nog met de manager van Meryl Streep in een cursus gezeten ja. dat ik dacht, ah. Geweldig. Ja, ja, die dan zei, ik moet daar altijd maar oppeppen dat ze toch weer nog een film zal maken. Ja. En ik dacht, ja, zo'n manager heb ik niet. Die zegt gewoon, laat haar nu maar. Want ik was dat niet ik meer ja. op te peppen of zo. Bon. Nee, 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 nee. Is het ook een beetje de periode dat je met je eigen centrum bent begonnen? Of was dat nog later? Dat was nog iets later, ja. Dus... Uh, dan ben ik eigenlijk bij iemand gaan werken. Allee, werken. Ik heb nooit eigenlijk gewerkt in mijn leven. Oké. Okay. Het geheim, Hans, is gewoon doen wat je hart zegt. Oh. En dus het moment dat ik voelde dat ik bij, naar Schuifaf ging, het kinderprogramma, en dat ik eigenlijk moe was van het lachen en mij toch niet vervuld voelde, dacht ik, ja... Eigenlijk iedereen zou dromen van zo'n droomjob waar je mag spelen en dan wat mag gaan zingen op zaterdagavond en dan nog in interactie mag gaan met mensen en hoe was het op reis? Want veel meer moest ik niet vragen als ik van mijn glazen trap afkwam. Oh, ja. Is zoals bij Blind Date. Dus. Ja, ja. En toch zo die leegte. En natuurlijk bij Wonderen Wereld heb ik een wereld leren kennen waar zoveel liefde te voelen was. ik dacht, maar in die sfeer wil ik leven. Want daar waren heel veel spirituele mensen die acupunctuur... Gaven, oh ja. Met dolfijnen zijn we gaan zwemmen in Mozambique. We zijn uh, mm. een heksencirkel. Allee. Maar ook mensen die regressietherapie gaven en daar de plattegrond achtertekenden in die regressies van die vorige levens. Oh ja. En dan naar het stadhuis gingen en kijken of die plannen klopten. Die wereld ging zo open. En het logo van ons programma was het Waterman tijdwerk. Mm. Een wereld was eigenlijk de aankondiging van het Waterman-tijdperk op een commerciële zender 1999. Wow. Dus veel te vroeg. Ja, ja, ja. Dat is dus mijn dus. probleem vaak geweest. Ja. Nu is het oké okay als je mediteert en yoga beoefent, maar twintig jaar geleden zat je in een secte en was het dus ja. helemaal mis. Ja. Ja. Dus dat ja. is het goede nieuws. Ja, dat is zo. Zou je nog steeds zo'n programma stellen als een vraag weer? Zou je dat dan nog doen? Hans, ze hebben nooit gestopt met vragen. Oké. Okay. Ja, en mijn man is natuurlijk manager van heel veel gezichten op verschillende zenders. En soms laat ik me wat verleiden door eens in een panel te gaan zitten of oh, eventjes. Ja. En ik doe dat dan vooral omdat mijn man dan manager is van de dieën of van de dieën. Dan zegt hij, allee, die vinden dat tof en als jij er bent, dan gebeurt er <laughs> iets. Dan laat ik mij wat ompraten. En er is natuurlijk ook een haat-liefde-verhouding met de media. En iedere keer als ik dan denk, zou ik willen, dan voel ik het gedoe. Er is veel gedoe. Allee, ja. als ik kan televisie maken zoals... Uh, met de Columbus. Ik heb met de Columbus, dat is een programma hier op VRT met uh, Wim, die dus met iemand gaat, oh ja. in de bus gaat rijden. Oh ja, ja, dat is leuk. Ja. Ja. ja, het is een heel leuk programma, heel traag. En in die bus, ik heb daar dan te gast geweest en ik heb tegen Wim oh ja, gezegd, misschien. als ik het zo op die manier kan televisie maken, dan, dan misschien, omdat wat er daar gebeurde in die vier dagen, we zijn vier dagen op reis gegaan. Oh ja. Je moet eerst door met een storm. Voel je me een storm? Ik moet altijd zo heel veel, oh! <laughs> ja. En na drie dagen krijg je me stil. <laughs> mm -hmm. En de uitzending was heel veel als het stiller werd. Ja, ja ik heb het gezien. Ja, ik vond het schitterend. Ja. Is het waar? Ja, ja, ja. Ah, vond het fijn. Dat was ja. heel bijzonder. Ja. En heel gewoon ook, want het is niet dat daar heel veel spirituele dingen verteld werden. Nee. Nee, absoluut niet. Maar het, er was... Ja, die, um, ik moet ook zeggen, in die vier dagen heb ik hem ook leren kennen. En ik heb iemand leren kennen die, die ik zo mis. Het algemene stuk dat ik mis in de media is de waarachtigheid. Ja. Het kunnen laten gebeuren. Ik heb al die jaren, als ik zelf gast was of als ik een programma presenteerde, altijd een redactie die dat allemaal goed bedoelt, maar het zo vastzet. En het niet helpt... Want eigenlijk moet je geen redactie hebben, natuurlijk. Mm -hmm. Maar eigenlijk, zoals wij nu dit gesprek voeren, daar is geen voorbereiding. We hebben gewoon Echt? eventjes een beetje afgestemd. En hoe is het met jou? Allee, je wel. Maar televisie die waarachtig is, authentiek in het moment ontstaat, wou ik graag maken. Daarom was ik zo fan van live televisie. Dus ik heb een paar keer met Koen de Levenslijn slotshow. Hè. Koen Wouters, die ik kende van bij de start van mijn carrière. We zijn. Samen begonnen in de Bakkerabeker. Dat was zo'n een, ja, een talentenwedstrijd uh, met Rimal van het Groenewoud, onze coach. En ik kwam dan van een toneelschool, heel erg gestructureerd. En wie gaat wie de micro geven? En Wouters kwam van Brabant, waar <laughs> dat hij met een ploegske in een garage was zat te spelen. Ja. Ja. Dus wij zijn zo samen gestart. En bij die live shows voelden wij echt: wij, wij hebben het in hand. Allee. Oké, okay, we moeten nadien een beeldband geraken, maar we hebben zeven minuten om te spelen. En die energie was, was eigenlijk altijd zalig. Ja, het moment ja. dat ik wat dieper wou gaan, stopte Wouters wel. Dus daar is het ook gebroken dan precies. Want toen ging het over verongelukte kinderen. Dat jaar in Levenslijn, een, alleen voor verkeersveiligheid voor kinderen. En die week ging door een heel proces, want Ingeborg is natuurlijk gestorven in een verkeersongeluk. Ja, en toen kwam de informatie dat Tassielke nog vast zat in dat huis in Mena. En ik ging door zo'n proces. Wauw. Dat uh, ik ging eigenlijk niet meer aan één. En dat was dan ook weer. Showbizland heeft daar geen boodschap aan. Nee. Nee, dat klopt. Dat hoorde ik nog vaker. Want, uh, ik, kende, ik, kwam, ik was in Glastonbury, een jaar geleden, en toen kwam ik Sandra Remer tegen. Ik weet niet of je haar kent. Ja. Ik bekend natuurlijk in Nederland. Hè, dus een, ook uh, nee, zanger heel spiritueel. Maar zij was echt uit de showbusiness gestapt omdat ze, hè, zij zag veel en, en, en dat er een heleboel, ja, natuurlijk, uh, ik bedoel het eerbiedig, maar niet allemaal oprecht was. Ja, heel veel voor de verkoop. En, en ja, wat je zo net vertelde, hè, van die live shows, dat, dat straal je ook over. Hè, als je het plezier hebt, zelf, ja. dan Mensen die er naar kijken, die voelen dat ook. Hè, mensen voelen ja. dat, ja. ja. Dat het niet gerepeteerd is of dat het uh, niet voorbereid is. Ja, ja, en het ding was met Blind Date. Ja, ik had het ook een paar jaar gedaan. Dat had hele goede kijkcijfers, dus ze wilden dat elk jaar opnieuw. En ik, mijn man, die toen manager was, vroeg oh ja. steeds meer geld, want ze wilden het eigenlijk niet meer doen. En ze bleven dat ook betalen. Dus okay. dat was echt... Oké, okay, ik verkoop hier mijn ziel eigenlijk, want ik wil het niet meer doen. Maar ik mediteerde dan al heel veel. En ik dacht, ja, ik ben op die plek. Dus ik ja. kan het hoogste doen dat ik kan doen in deze interactie. Dus wat begon ik dan te doen... Vragen te stellen naar de dynamieken die mensen al kenden in, een vo in vorige relaties. Hey, bijvoorbeeld een vrouw die altijd op iemand valt met een verslaving. En zij is jaagster van dienst in het programma. En wie kiest ze? Een man met een verslaving. Dus boeiende materie. Ja. Waarom stap jij opnieuw in dit patroon? En wat wil jou dat vertellen? Het moment dat ik die vragen begon te, te stellen. Montage. Werd er allemaal uitgeknipt. Ingeborg werd dan gezegd, een hele lieve eindredacteur trouwens hoor. Het is een spelprogramma. Don't nee, go there. Ja, ja, Weet som, je, jij som. wil ja. zo in die diepte gaan. Ja. En nee, wij willen gewoon dit niet horen nu. En dus ja, dan op een bepaald moment moet je dan echt zeggen: Oké, okay, ik verdien de notto per aflevering, maar ik wil hem niet meer. Want ja. ik wil waarachtigheid. En, en ja. Ik denk wel nog steeds dat het een medium is dat enorm veel kan betekenen. Absoluut. Dus het is een, het is, er is niets mis met het medium op zich. Maar ik zie dan nu, met heel het COVID-verhaal, ja. dat er dingen ontstaan, andere media. Blijkbaar ja. zoeken we daarnaar om, om toch waarachtigheid of hoe zit het nu echt? Ja, heb jij het gevoel dat ze echt alles laten zien? Nee. Tv. Hè? Nee, 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 nee. nee, helemaal niet. Nee. 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 Maar nee. ik zit echt te kijken ja. van dit meen je toch niet. Dit gaan ze toch niet. Vroeger kreeg je nog in een afspraak of zo, wat ik toch allee, acht in zijnde van een soort neutraliteit of werkelijke journalistiek, dan ga je niet drie mensen met dezelfde mening, toch? Vragen. Nee. 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 Om te zeggen dat iemand die eventjes iets zegt in de zevende dag wat anders is, om die helemaal neer te sabelen. En zeggen ja. dat dit niet hoort. En wat vindt u, filosoof? En wat vindt u, lector van de Vrije Universiteit van Brussel? En wat vind jij, meneer Van de Knak? Ja, maar hallo. Dan... dan ja, ik zit te kijken en ik denk... Gaat er nu niemand reageren? Ja. Dit kan Precies. toch niet? Want dit is dan nog de VRT. Weet je dat je nog bij VTM niks mag zeggen van de farma-industrie? Ja. Dan denk je, ja, daar zijn belangen. Maar welk belang speelt hier? En dan is dat waarschijnlijk eh, volksgezondheid, omdat iedereen in zijn tunnelvisie zit, dat vaccinatie de enige weg is. Ja. Ja, precies. Ja, dat is heel moeilijk, hè, van... Uh... En de, zelfs zei ik in het voorsprek ook al... ...over een Nederlandse tv... ...en een aantal journalisten samen waren... ...die niet snapten dat ze zo'n tegenwerking hadden... ...van een bepaalde groep. Ze zeiden, ja, maar we, zijn, we laten alles zien. We hebben dus uh, vrijheid van meningsuiting. En we snappen dat niet. Hè. Maar de, ik snapte weer niet dat zij niet snapten. Ja. <laughs> er wordt maar één kant belicht. Hè, die andere kant is er ook nog. Hè. Dus een ja. echte journalistiek is alles laten zien. Want ik had ook een keer... ...er was een uh, antwoord... Was op Discovery ook de Da Vinci Code van Dan Brown. Mm -hmm. Er was een antwoord, en dat was eigenlijk gesponsord door de katholieke kerk. Dus alles met ontkracht. En toen heb ik ook naar de discovering, bij ben ik weer, geschreven van ja, als je het goed wil belichten als echte journalist, dan moet je allebei de kanten laten zien. Klopt. En dan de mens zelf laten bepalen wat goed voor hem of haar voelt. En ze zouden het doorsturen naar de programmacommissie, maar nooit meer wat had gehoord natuurlijk. Ja. Maar hè, dat is echte journalistiek, dat is echt beide kanten. Ja, ja, en liefst alle frequenties en ja. alle nuances en tijd om... Nie. Want dat was voor ons mijn Wondere Wereld, Els van den Abelen, die toen in 1999 op een commerciële zender 13 afleveringen over alternatieve benaderingen wow. van welzijn. Geweldig. Met een zeer open blik. En zij, zij was eigenlijk het hoofd van de persdienst toenertijd van VTM. Dus een, ik noemde haar altijd de shaman. Ze zag er ook uit echt als een Native mm -hmm. American. En die was daar ja, in één keer hoofd van de persdienst en was heel erg bezig met die materie rond healing, rond oh ja. Uh, ja, alles wat er is. Er is enorm veel, want wij konden dertien afleveringen makkelijk vullen met NLP. Weet je, vertel eens, wat is NLP? Hoe werkt dat? Ja. Even zeer tot Reiki, tot... Allez, noem maar op, het hele verhaal. Els, die zei... We hadden een redactie van zeven mensen, waaronder drie believers en vier non-believers. He, dus het was echt wel... En het waren de vrouwen die de believers waren. En die zei... Ik heb jullie zo samengesteld om door dit proces te gaan, want dit is een weg van ervaren. Dit is niet een weg alleen maar van erover spreken. Precies. We gaan dus mensen laten in ervaringen komen. Dus onze presentatrice, ik mocht in elke ervaring, elke week, een zweethutritueel, weet je wat, zo door oh ja. het proces gaan, een Mooi. bloemenseance, enzovoort, enzovoort. De ervaring, dan hadden we een bekend persoon, en we hadden ook een uh, non-believer die ook in oh, de ja. ervaring ging, oh, van, die personen laten een rebirthing ervaren. Wat is dat? Hoe, hoe werkt dat? En wat is de feedback daarop? Dat was het eerste programma dat niet oordeelde over die wereld. Toen, altijd daarvoor, en dat is, ja, eigenlijk moet ik daar zo mezelf dit moet dat even doen, en niet alleen mij, maar els zaliger, want ze is al over gegaan. Ah, ja. Ja. Zij heeft daarop toegekeken dat wij met heel veel verwondering, het heette ook wonderenwereld, met verwondering konden vragen stellen zonder vooringenomenheid van we gaan jou nu eens belachelijk maken. want jullie zijn een stelletje zwevers en jullie zijn onaangepast en horen eigenlijk niet hier te zijn. Weet je wel, allee. Want ja, dat is, ja. dus, de mensen waren zeer voorzichtig, want we hadden een psychiater waar ik ging regressietherapie um, gefilmd in haar vorige levens. En hij zei: Ik wil jou eerst vijf keer ontmoeten, dat we vijf sessies hebben vooraf. Oké, okay, helemaal goed. We staan klaar met de ploeg om twee dagen later te filmen en hij haakt af huh? uit angst voor de orde van de geneesheren. Want ja, ja we hebben dan iemand anders gevonden, maar om het te zeggen, dat was in het begin niet zo evident ook. Dat wij daar met een filmploeg mm -hmm. toe kwamen en daar was ook wat argwaan. Maar tegen het eind van die reeks, na dertien afleveringen, was het echt heel het netwerk van, laten we zeggen, lichtwerkers, was verbonden of zo. Wow. Dus ik kan nu nog altijd zien van, ja, dat was goed. En ik weet, die periode van die opnames, ik werd gedragen. Ik kan dat hier ook hebben, hoor. In de uh, evolutie ja. nu. Maar ik ja. weet dat dat een fase was van televisie maken, waar dat alles moeiteloos ging. Maar uh. ook onze non-believers. Ik weet nog dat er een van de boys zei: Ja, ik had de ring van mijn grootvader aan en ik ging naar een helderziende mevrouw. Want ik ging die dan filmen. En die zei: Ah, je hebt u een ring van uw grootvader? En die had dan zoiets: Oh my god, hoe weet u dat? Hè? Zo. Dus die gasten werden voortdurend ook geconfronteerd met mensen met een verruimd bewustzijn die dingen herkenden konden benoemen met de glimlach ook hè oh ja is dat mooi dus, zo ja, ja maar wellicht waren we daar wat vroeg ook ja, uiteindelijk moet je herhalen hè dus uh... Ja, ja, het zou wel fijn zijn. Maar het is, dus er worden heel veel programma's herhaald, of toch in elk geval het kinderprogramma, maar dat is eigenlijk nooit herhaald. Maar het was ook onwaarschijnlijk dat dat kon op, ja. op, op zo'n zender. Ja. ja, dat is vaak zo. Dan krijg je belachelijk maken en zo. En, uh... ja, ik heb je ook wel ja. uh, wat meer ook op... Uh... Uh, op één ook wel gezien. Hè? Dat je ook in de talkshow... Wat deed je ook weer Ook op bepaalde oefeningen of zo. Iedereen deed mee. Dat weet ik nog wel. Ik ah ja, met de gratitude. Ja. 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 ja, ja. Maar, maar dat, dat is. is Lieven van Gils toenertijd. Kon ja. je nog bij hem in de talkshow er nog iets tussen glippen? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> zo... Ja, maar dat was op zich wel leuk. Dat was dan de. Ik had dan heel lang niet meer uh, een CD uitgebracht, maar dan ben ik zo beginnen zingen. Eén keer in de maand met een groep, want ik, ik zing eigenlijk helemaal niet graag zo alleen. Oh nee. Dus daar kwam ik onderweg uit zo van. Eigenlijk vind ik veel leuker als we samen zingen. En natuurlijk met de wereld van de mantras die ik dan al beter leren kennen had. Ja. En dan Beyond Religion gemaakt met Emoto Masaru ja. die het in Japan toen getest heeft de muziek. Ja. Ja. En we hebben dan de, de, die CD voorgesteld hier, wat een heel bijzondere dag ook was. Zo uh, met de mantras. En dan had ik uh, daarna zoiets. Oké, okay, we gaan nu met een groep een CD maken. En Gratitude was daar een van, hey, een, uh, een uh, ja, Navajo-gebed eigenlijk, van de Native okay. Americans. Oké, hey. ja. Ach, geweldig. Ja. ja. Ik wil heel even pauze zetten. Tuurlijk. Uit. Ja.